Vandaag komt er een nieuwe systeem update voor de Playstation 4 en Playstation 5. En dat betekent ook dat je, als je nu een party start, dan kan je ervoor kiezen om een gesloten party te starten of een open party. En als je een open party start, kan dus iedereen van je vrienden erin. Is hij gesloten, dan moet ze eerst om toestemming vragen. Nou, we willen niks missen met het laatste nieuws over je favoriete games. Volg dit kanaal.